Op de 1500 meter bij de WK Junioren in Obihiro bij de vrouwen eindigde Reina Adema op de 8e plaats in het afstandsklassement. In het allroundtoernooi doet Bo van der Werf mee. Ze werd 12e op de 1500 meter, de Nederlandse kampioene, en staat in het tussenklassement op de 10e plaats. De verrassing van de dag, Antoinette de Jong uit Friesland, rijdt op de 1500 meter een prima tijd, 2.01.80, net buiten de medailles, maar in het tussenklassement na de 500 meter ook, staat ze op een prachtige 3e plaats. Pien Kulstra, vorig jaar wereldkampioen op de 1500 meter, dit jaar een enkel blessure opgelopen die nog steeds niet helemaal over is. Ze strijdt voor wat ze waard is en ze probeert weer een medaille te pakken op de 1500 meter. En het lukt. Pien met 2.01.03 legt ze beslag op het 3e plaats, op het brons dus. Maar hier weet ze het nog niet. Ze wordt uiteindelijk 3e achter de Tsjechische Karolina Erbanova en de Koreaanse Bo Reung Kim. Je hebt een medaille. Ja, mooi. En dat nog wel met het enkeltje van je? Ja, dat dacht ik toch. Ja, lekker toch? Nou ja, het is leuk. Mooi. Hoe ging de race? Nou, eigenlijk niet echt super. Ik ging wat te snel weg. Of wat te snel. Ik ging gewoon weer te snel weg. Dan kon ik hem moeilijk vasthouden. Wilde je zo graag? Ja, misschien wel. Maar dat gebeurde me op het NK ook al. En toen stond ik er eigenlijk van versteld dat ik zo'n ontzettend snelle eerste ronde had. En daar had ik toen niet op gerekend. Dus daar had ik nou ja, toch een beetje rekening mee gehad. Ik had eigenlijk een beetje bedacht om rustiger weg te gaan. En ja, dat is niet helemaal gelukt. Dat vind ik wel jammer op zich. Maar toch, een bronzen plak, nu? Ja, nee, dat is heel mooi. Ja, dat is heel leuk. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Dus, Schrijf even door naar Erik, je coach. Kon het beter? Kon beter, ja. Zowel voor Pien als voor Antoinette. Op zich staan ze er goed bij. En doen, vooral Antoinette doet best wel goede zaken voor het klassement. Ja, ze zit bij de eerste 3, 4 of zoiets. Ja, alleen als je haar race zag, dan had ze hier... Ik denk dat ze hier beide ook voor de plek 1 en 2 hadden kunnen gaan als de races helemaal kloppen. Dus eigenlijk voelde ook wel een beetje als teleurstelling. Mixed feelings. Teleurstelling. Ja, ze kunnen beter. Dus dan is het wel een beetje... Ja, maar beter kunnen is makkelijk praten. Wat zeg jij? Beter kunnen is makkelijk praten. Morgen doen. Je moet het gewoon doen, klaar. En dat nou niet lukt, dat is klaar is Kees. Ik bedoel, daar ben ik ook wel zo makkelijk in. Ja. Het is... Morgen doen. Ja, misschien. Zullen we zien. Gaan ons best doen. Congratulations, Carolina. Thank you. Are you learning from Martina Sablikova or are you learning from Pien Kulstra? I think I'm learning from Martina because I'm training with her all the time, but yeah, she's well. Nou ja, 1500 kan beter, maar 500 ging heel goed, dus kijk wat er morgen uitkomt. Weet jij wat je in het klassement staat? Volgens mij hebben we wel podiumplek of zo, zoiets. Nou, misschien iets eronder, maar ja, het gaat... Dat is toch hartstikke gaaf? Ja, dat is heel gaaf. Dat is hartstikke goed. Ja, maar ik wil altijd wel beter dan wel goed. Dus ja, morgen weer een kans en morgen knallen en dan... Vind je dan eigenlijk dat je wat hebt laten liggen vandaag? 1500 wel. Ja, toch wel. Ja, laatste ronde. Oké, morgen knallen beloofd hier. Ja, ik ga mijn best doen. Okay. Martin, de jongens op de eerste dag, op de 3 kilometer, ja, viel een beetje tegen. Ja, het zat vooral een beetje tegen. Het was Thomas, die ging wel heel snel erbij liggen. En daarna rijdt hij eigenlijk een hele stabiele rit eigenlijk. Maar ja, na een valpartij in de opening kan je je eindtijd natuurlijk wel vergeten. En Kai die reed eigenlijk heel goed totdat hij op de wissel in de remmen moest knijpen, zeg maar, om niet gedisqualificeerd te worden. En daar ging ook zijn rondetijden omhoog en toen ging het wel bergafwaarts. In die zin dat zijn eindtijd niet meer is wat hij kan rijden. Terwijl hij eigenlijk nog wel al knokkend nog best wel een redelijke tijd reed. En Jordian reed een PR'tje, dus op zich is dat netjes. Begon niet echt hard genoeg, denk ik, voor hier. Maar reed nog wel een vlak uit. En al met al is het 3 kilometer niet goed verlopen, nee.